Jongens, het ontbijt zit erin. Hier in het Ibis Hotel. Een soort verzameling van op elkaar gestapelde portecabins. Maar we noemen het een hotel. Maar het ontbijt was eigenlijk wel heel erg prima. En we lopen nu naar het treinstation. En dat doen we met deze mensen. Kijk eens. Ja, gezellig. Hey, leuk dat je kijkt trouwens. We moeien er niet mee, gek. Annemieke van de NKC. Mieke van de NKC. Jawel. En Jos van, die kennen we allemaal, van het programma Opsporing Verzocht. Ja. Een kalende man met een licht crimineel uiterlijk. Dus wij gaan de trein maar eens opzoeken. En Jos, kom je er een beetje uit? Gaat net. Moet 1,70 euro afrekenen. Ach, jezus. Dit wordt nog een dingetje, jongens. Dus als DW zo meteen een kaartje moet trekken. Hè? Laten we even kijken hoe het allemaal gaat. Jos, schiet eens op, man. Ja, rustig. Hallo, kijk nou eens. Hey, Constantin. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goed, ons. Hey, ik heb mazzel, want ik kom een goede vriend van me tegen. Dus Jos heeft dit hele circus even voor me geregeld. Goede vriend van me tegen. Ja, goede vriend. Ja, Jos die zegt goede vriend van me tegen. Kom een goede vriend van me tegen. Hij heeft naast me geslapen. In de kamer naast me. Nee, maar ik bedoel jou niet, kut. Oh. Ik bedoel Constantin. En dat Constantin. Is, ja, en dat is de directeur van Francia. En die had natuurlijk ook al gezien dat ik pech had gehad. Dus die wilde even weten hoe dat allemaal zat. Dus dat heb ik me even fijn uitgelegd. Ja. En ook moet je de video's kijken, zei hij. Ja. En prima opgelost. Dus wij wachten nu op het... Het donkere gat wat straks gevuld gaat worden met een stuk trein. Nou, hier ook een masker verplicht. Staat je wel goed? En vooral in combinatie met mijn brillenglas. Je ziet er gelijk een stuk beter uit. Ik zie echt helemaal... Je ziet er echt gelijk een stuk beter uit. Ik zie helemaal niks. Ik ben echt mijn oriëntatie echt volledig kwijt. Dus zeg maar... Dat is nieuw hoor. Dat heb je anders nooit. Dat heb ik anders nooit. Nou jongens, geloof het of niet. Maar ik heb gewoon geheel zelfstandig. Zonder hulp van anderen. De messen gevonden. Jongens, echt niet te geloven. Hè. Dit is ongeveer mijn 17e keer dat ik naar Stuttgart messen ga. Maar ja, normaal struikel ik uit mijn camper zo die hallen in. En nu, nou weet ik het weer. Ja, ik zie het. We zijn er. Ja, het duurt best lang voordat ik me georiënteerd heb. Maar we zijn er. Geloof het of niet? Nou, we zijn onderweg naar... De persconferentie van de Knaus-Tabbert Groep, dat is de eerste persconferentie. En die zitten helemaal in de hal 10, een nieuwe hal voor ze. En daar wandelen we nu heen. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal voor nieuws is uit die groep. Dus voor de merken Knaus-Tabbert, Wijnsberg, dat. En dankjewel. Hoppata. Dat is wel grappig bij Knaus-Tabbert. Die maken echt een hele show van zo'n persconferentie. Dus de directeur antwoordt, de marketingman. En echt heel erg leuk om te zien. Grote borden. Dus echt wel een showtje hier altijd. In onserem neuen Wohnzimmer in Stuttgart auf der CMT 2023. Herzlich willkommen bei Klaus Tabbert. Beruflich in der Karawanenindustrie hier in Stuttgart machen kann. Und dafür bedanke ich mich bei allen, die für diese tolle Gastfreundschaft. Die vertelt meestal hoe het jaar is geweest, door de cijfers, marktaandeelstijgingen, dat soort dingen. En dan komt Gerrit Adamitski, die staat daar opzij. En die vertelt dan ook over de modellen voor het komende jaar. Voor mij persoonlijk. Belangrijk om te horen of er nog nieuwe modellen aankomen voor dit jaar die we nog niet kennen. Geschäftsführer oder mittlerweile Vorstand. Freue ich natürlich mich auch im 10. Jahr hier auf der Zeit. Übereinander zu bringen war. Dit is Gerrit Adamitski, jongens. Dat is de grote baas van de ontwikkeling, dat is de bedrijfsleider van Kruisstander. En die is natuurlijk altijd trots op die wagen. Dus die vertelt eventjes hoe ingewikkeld het was om hem te maken. Dus hij is kwijt natuurlijk om zoiets te ontwikkelen. En hij gaat zometeen de onthulling doen, let maar op. Wijnsberg Kara Loft. Als nächstes de Wijnsberg Kara Suite. Nou, dit zijn dus die twee nieuwe Wijnsbergwagens die op Ford worden gelanceerd. En ik denk dat we zo meteen nog ergens naar die CUV moeten gaan kijken van Knaus, dat heeft nog. Ja, en als laatste is dan hier. De Knaus Tourer. En je zou hem bijna over het hoofd zien, die staat gewoon hier voor de deur. Maar
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Sie können ich kijk even naar hoe dat dak omhoog gaat, jongens. Extra, damit Sie noch viel Zeit haben, sich die Produkte anzuschauen. Stefan, dass Sie als Grundoption die Vorstände kurz auf die Bühne. Ja, ja. Ja, precies. Zo gaan ze hem echt niet bouwen. Dat gaan we nog wel zien. Kijk, dat dak wordt nu omhoog gedrukt door cilinders, jongens. Dat is wel even anders ten opzichte van het prototype, hè? Ja? Nou, eerlijk is eerlijk, jongens. Echt een supercompact karretje, hè? Ja, gebaseerd dus op Volkswagen. Hij lijkt dus heel erg op die California, alleen let op. Die California heeft natuurlijk rondlopende wandjes. En hier hebben ze dat rechte wanden. Waardoor die wagen veel meer bergruimte heeft in de bovenkastjes bijvoorbeeld. En de kont is ook uitgebouwd, zie je dat? Dat 3D. Dus daardoor heeft hij aan de achterkant ook meer ruimte. Het is echt een bijzondere wagen, jongens. We gaan hem ook even van binnen bekijken. De dwarsbedversie. Hier heb je dus die keuken en een hele compacte doucheruimte. Hier zie je het toilet, daar een douchegedeelte, maar dat bed dat kun je omklappen waardoor er een douche ontstaat. Hier hebben we de dinette. Hij heeft in die verhoogde ruimte heeft hij nog een extra tweepersoonsbed. En hier is het stuurgedeelte. Ik ben echt als eerste naar binnen, jongens, gewoon met mijn dikke kont. Hoe laag is dat? En achter staan ze nu echt te dringen om te gaan bekijken. Dus primeurtje in de vlog. Ja, hier zie je dan hoe dat dan verder gaat. Hè? Mensen, alle pers, iedereen zwiert uit om al die wagens te bekijken. En kijk, iedereen wil natuurlijk zien hoe dat hefbed gemaakt wordt. En ja, daar stort men zich volledig op al die nieuwtjes. Tot zover de persconferentie van Knaus. Ik ga zo meteen ook even die fortjes bekijken. Maar het grootste nieuws is eigenlijk dit wel, hoor. Want kijk. Met alle respect dat iedereen, dat alle merken overstappen op Ford. Het komt gewoon omdat Fiat een probleem heeft. Dus ze bouwen alles om. Dus gewoon bestaande modellen die geschikt gemaakt worden voor dat Ford chassis. Want dat is dus wel gewoon leverbaar. En ja, daar komen gewoon perfecte campertjes uit. Ook in het beginnerssegment. Hè? Wijnsberg is natuurlijk een beetje een instapmerk van de Knaus-Tabbert Groep. En ja, zo ziet dat er dan uit van binnen. Nou jongens, dat was de persconferentie van Knaus-Tabbert. En wij gaan naar de volgende op de lijst. En dat is die van Hobby Caravans. En dan neemt, want we vloggen natuurlijk samen, hè, Jos en ik. Want als jij dus het complete verhaal van de Beurs Stuttgart wil zien, dan moet je de vlog van mij kijken. En die van mijn blonde vriendin, zullen we maar zeggen. Daar komt ze aan. Ja. Ik zeg net dat we allebei vloggen. En als ze de complete show willen zien... Ja, dan moeten jullie ons beide vloggen. Precies, dat. En we gaan nu naar... We gaan naar Hobby. En die neem ik. Ja, top. Wacht even, dan pakken we hem zo gelijk door. Wat? Oh ja. Wacht tot hij aan is. Ja. En hier zo... let op, jongens. Ja. En wij gaan naar Hobby. Wij gaan naar Hobby. En die doet Jos. Die doe ik. Dus we komen vandaag in ieder geval aan onze stappen. En dat niet onaardig, hoor. Nou, de volgende persconferentie, jongens, dat is die bij Francia. Nou, dat voelt natuurlijk als familie. En ik weet ondertussen ook al dat ze vooral nieuws hebben over hun andere merk, Pilot. Want Francia staat hier wat kleiner dan normaal, maar wel met al hun merken. Zoals bijvoorbeeld deze, let op. Le Voyageur, dat is ook een topmerk, man. Vroeger heette dat R&B werd bij Francia gemaakt. En tegenwoordig Le Voyageur, maar kijk even wat ze hier hebben staan, hè. Dit is de Platin in die bijzondere pistache-achtige kleur. Hier hebben we een M-line op Mercedes. Och, och, och. Ja, ik word hier gewoon echt helemaal vrolijk van. Kijk, daar staat... volgens mij is dat... Nee, is geen Neo Integraal. Dit is de Neo. Hier hebben we de Neo Integraal. Nou, hier hebben we de buscampers van Francia. Dus die, ja, de dikke bakken. En hier de Yukons. Pilot is ook een merk, hè. Dus van de groep. En die hebben ook nog dat... Joa, dat is een instapmerk van de hele groep. En we zijn eigenlijk te laat voor de persconferentie. We stonden onze tijd een beetje te verlullen. Kijk, want daar gebeurt het allemaal. Nou, even kijken wat hier aan nieuws te melden is, jongens. Nou, het gaat dus om een nieuwe buscamper op Ford. En dat is de Atlas van Pilot. En
Daar staat de bedrijfsleider van Frankia, die dus ook piloot meepakt. En wat hem dus bijzonder maakt, is die enorme garage aan de achterkant. Het is dus een bed wat waarschijnlijk elektrisch omhoog gaat, zodat de fietsen of zelfs twee motorfietsjes achterin passen. Dat gaan we zo meteen wel even in het echt bekijken. Nou, een piloot heeft nog meer nieuws, hoor ik net tijdens de persconferentie, want... Loop maar even zo hoor, dan sta ik wat dichter bij die onthulling. Ze komen ook met een, hoe heet het, een half integraal. Die staat hier onder een doek. En daar gaat zometeen het doek af. Dus staan we lekker dichtbij. Om een reis genießen te kunnen. En we werden gleich zien, dat is daraus entstanden. Ja. En bijzonder aan die Atlas half integraal, dat is dat hij dus een zitgroep heeft in de lengterichting. Dus met twee van die loungebanken tegenover elkaar, zeg maar de face-to-face indeling. En daardoor heb je heel veel ruimtegevoel in zo'n wagen. Nou, het doek gaat er zo meteen vanaf. Ik laat even iedereen maar voor wat die is, zodat ik gewoon kan kijken hoe die wagen eruit ziet. Nou, waar ook nog flink over geroeptoeterd werd, is over deze Atlas. De Atlas Campervan, een buscamper zoals ze vroeger al zeiden. En het bijzondere daarvan is weer dat hij een heel hoog bed heeft. Even kijken hoor, hey, waarom doet hij dat nou niet? Dan maar zo hè. Niet via de zijdeur, dan gaan we dat gewoon zo doen. Nou, zolang ik nog niet kan in die buscamper van Piloot, die nieuwe, laat ik je nog eventjes dit compacte karretje aan de buitenkant zien. Hè? Die Ford, dus de Atlas half integraal. En wat opvalt is dat dat een hele smalle half integraal is. Kijk even, dit zou echt een prima vervanger kunnen zijn van een bus. Want als jij als je een bus hebt, dat silhouet van een bus, als je hem aan de voorkant ziet, loopt dat echt een beetje taps toe. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in bovenkasten heb je weinig ruimte. En met deze rechte wanden speelt dat helemaal geen rol. Kijk eens, een bus loopt dus eigenlijk, volgt hij de lijn van dit voertuig. En dan ga je zo verder naar een smal dak. En kijk even wat die rechte wandjes dan opleveren aan ruimte, zeg maar. Nou, dat zijn allemaal trucs die je dan eventjes in je oren moet knopen op het moment dat je voor een bus zou kiezen. Of voor een compacte half integraal. Als je interesse hebt in een bus, kijk dan ook even naar dit spul. Een buscamper is 2,8 meter breed en dit zou zomaar eens 2,12 kunnen zijn of 2,20. Maar heel veel meer binnenruimte, dat dus. En nou, het wordt in ieder geval onder grote belangstelling bekeken allemaal. Nou, ik heb het knopje gevonden, jongens. Ik heb hem gewoon even van de centrale deurgrendel afgehaald. Hier zie je dat hoge bed met ruimte eronder. Dus in de dwarsrichting kunnen hier met... Nou, kunnen hier twee fietsen in, jongens? Vouwfietsen sowieso. Ja, vouwfietsen. Maar gewoon echte fietsen aan de krappe kant, hoor. Maar wat ik op de presentatie net zag, dat leek eigenlijk wel een langere uitvoering. Maar of ja, hier ga je in ieder geval geen twee motorfietsjes in krijgen. Nee. Die zijn er natuurlijk wel. Vennetjes waar dat wel in kan. Maar op zich... Nou, pak hem nog eventjes mee, jongens, die buscamper. Ik had hem net niet via de zijdeur of via de voordeur moest ik hem laten zien. Dus nog eventjes in de herhaling. Zit je stoelen omdraaien. Bankje, tot nu toe allemaal geen verrassingen. Hier een banktoilet. Voordeel van een banktoilet is weer dat het heel makkelijk schoon te maken is. Hè. Je hoeft niet om de pot heen en zo. Dat is ook weer anders dan bij die andere Tedford toiletten. Vloertje erin, waar de afvoer in zit. Vloertje eruit, dan kan je lekker douchen. Zit er dan verder. Ja, het is ook heel makkelijk schoon te maken. Hè. Want als je hierin staat te douchen, licht eruit. Ik heb een of ander boekje in mijn kont, jongens. Dat is het. Als je hier staat te douchen, heb je natuurlijk weinig ruimte. Maar je stapt eruit en je haalt er een lapje overheen en het is eigenlijk weer schoon. Dus dat, of droog. Dus dat hebben ze wel goed gedaan. Een klein ruimtetje voor douchespulletjes. En hier heb je dan dat dwarsbed waar je dus prima in kunt slapen. Daar nog wat opbergmogelijkheden met elastieken dat het erin uitgooit. Wat je ziet is dat de hoogte van de bovenkast hier laag is bij je voeteneind. En daar wat hoger, zodat je wat meer hoofdruimte hebt. Daar zitten ook de leeslampjes. Een uitbouw om wat meer lengte te krijgen, zowel links als rechts van het voertuig. Zie je dat? En een compact keukentje met twee. Ik raak weer gewoon een lichtknop aan hoor. Op deze. Fonteintje, twee gaspitjes. Toegang tot het gedeelte onder het bed. Ja.
En let ook even, jongens, ik ben iedere keer weer verbaasd over de staahoogte in een fort, hè. Ik ben bijna 2 meter, moet je eens kijken, man. Ik heb echt nooit staahoogte in een bus. Moet je eens kijken, man. Ik sta gewoon echt uitgestrekt. Echt, dat vind ik dan toch wel heel bijzonder. En hier is die instap, doordat hier een bagagecompartiment ontbreekt, heb je ook een hele makkelijke instap in die fort. Ik vind het geen gekke zet hoor, jongens, fort in de camperbranche. Ik ben er eigenlijk wel blij mee. Hey, Jos, wij waren onder de indruk van de stilte van die Ford-motortjes, weet je? Ja, dat klopt. Ja, dat bedoel ik. Wij waren er al als een van de eerste mee. Een van de eerste mee gereden toen. Dus, we zijn meestal een van de eerste. Precies. Wat gaan we hierna doen, Bakkie? Wij gaan nu naar Deadlabs. En die doe jij? En die doe ik. Ja, want die doet Jos. Want als je een compleet beeld wil hebben van de messen in Stuttgart, dan moet je allebei onze vlogs eventjes bekijken. Dus en zowel op DW Vlogt, c'est moi, als op Jos Vlogt. Jos Vlogt, en die gaat nu weer verder. Neemt het weer. Ja. Hier achter ons heeft DW zojuist... Nou, leuk bij Deadlabs. Die persconferentie is dat er hier altijd traditioneel Duitse wijsworst geserveerd wordt als lunch. Dus dat is natuurlijk superleuk. Dus daar gaan we zo meteen ook nog eventjes naar kijken. En ik denk dat Jos al in de rij staat. Hartse Frans. Kijk eens. Dankeschön. Ja. Nou, daar moet zoete honing bij, zoete honingmosterd. En die kan je kiezen tussen een Britsen of een echt broodje. En ik neem gewoon een broodje. Maar nou heb ik wel eens, jongens, een verhaal gemaakt over wijsworst. Yo, kom eraan. En dat ga ik echt niet herhalen hier. Dat het is echt, als je weet, nee, ik ga het echt niet herhalen. Ik vertel later wel wat het is. Nou, en daar zit dan huisgemaakte mosterd bij. Nou, vervolgens knallen ze dat eventjes in een folietje. dit is die mosterd. En dit is zo'n wijswoest. En het idee is dat je daar een hap van neemt. En dan moet je eigenlijk, ik ga het niet zeggen ook, maar eigenlijk moet je dat velletje... Dit is wel echt heel smerig. We skippen dit gedeelte gewoon. Ik neem er gewoon een hap van. Dus. Nou jongens, dat was de persconferentie van Deadlabs. Die heeft Jos gedaan. En dan pak ik de persconferentie van LMC weer mee. En LMC die staat ook in deze hal. Nou, dan gaan we even helemaal achterin daar. Nou, er zijn al mensen die zich verzameld hebben. We gaan eens eventjes kijken wat hier aan nieuws te melden valt. Nou, de persconferentie is begonnen, jongens. Kijk, alle goede voorzetten voorgenomen hebben zum neuen jaar. Ze bouwen in totaal bouwen ze dus 9 series kermis en kermis bij elkaar met 41 verschillende indelingen. Dus beste producent hoor, LMC. Grote fabrieken. Campervan aan onze Innovan op Fiat en op Ford. Die persconferentie gaat nog even door, jongens, maar ik laat jullie gewoon alvast even het nieuws zien. Het belangrijkste nieuws is nog steeds die Tandero. Die is natuurlijk geïntroduceerd. En ze zijn heel erg trots op dat Japan design. En met wat fantasie kan je de ondergaande zon hier in die achterwand bij het dwarsbed zien, om even wat te noemen, hè. Open kastjes, zodat je heel makkelijk bij je spulletjes kan die je vaak gebruiken wilt. Je hebt hier, dan moet ik even voelen, het is altijd een verrassing waar de slotjes zitten. Kijk eens, heel veel ruimte in bovenkastjes. En verzonken, dat maakt verzonken slotjes. Hè. Moet je kijken, geen handgrepen. Moet je even kijken hoe strak dat er dan in één keer uitziet. Licht langs de bovenkant, licht langs een dakluik. Wat je ziet hier in de keuken, zeg maar, bamboe-achtig houtwerk in een hele lichte kleur. Een driepits gastel. En hier nog een mooi vrij spoelbakje met een kraan. Er zitten enorme lades in. Kijk eens deze. Echt joekels van lades voor je kookspulletjes. En allemaal met softclose in zo'n ding. Deze is wat minder diep, omdat hier achter zit natuurlijk het wiel. En alles softclose, plop. En kijk ook even naar het kleurgebruik in deze wagen. Dus je hebt witte bovenkastjes, een lichte houtsoort. En vervolgens hier een beetje anthracietachtige kleuren. En deze wagen is dus een stapelbedwagen met 3 slaaplagen. Kijk, 1,
2 en een nummer 3. En let ook even naar de afmetingen. Ik heb hier alleen weinig licht. 2,9 meter lang en maximaal 72 centimeter breed. Nou, we kijken ook nog eventjes naar de hangkast. Ruimte hoor, in zo'n wagen. En hier hebben we... Kijk, hier hebben we natuurlijk ook nog eens een keer het toiletje. En ja, geen douchemogelijkheid, maar dat is natuurlijk optioneel te verkrijgen. En dan komt hier een douchebak in, zeg maar. En krijg je een... Ik zou dat altijd bestellen. Ik zou het toch wel heel fijn vinden om een douchemogelijkheid te hebben. En als je dat hier hebt, zo'n doucheslang, dan kan je ook heel makkelijk buiten douchen. Buiten, als je bijvoorbeeld even in de Middellandse Zee bent geweest, of de kinderen, even lekker afspoelen met zoet water. Hoe lekker is dat? Dus, dat zie ik in één keer op het laatste moment. Hier zijn ze ook heel trots op bij LMC. Ze hebben een of andere coating op dat hout, waardoor je geen vette vingers krijgt. Zijn ze apen trots op. En nog iets, de bekledingstof. Die is gemaakt van hergebruikte petflessen. Dus daar zit ook nog eens een keer wat een duurzaam aspect aan. En dan pakken we dat bed nog een keertje. En dat heeft de afmeting van 1,7. Nee, wat was het nou? Hebben we dat hier staan? Oké, kijk eens. 2,9 en 1,45. Dat is echt wel een serieuze maat. En van de dinette kun je ook nog een bed maken. 1,97 bij 90 centimeter. Dus als je dat dan allemaal bij elkaar optelt. 2 slaapplekjes hier. 1 slaapplek hier. En hoppata, 3 laagjes voor de kids. Dus als dat geen familiewagen is. Ik ga eens even kijken hoe ver ze zijn met de persconferentie. Want ik verwacht eigenlijk nogal bij de campertjes wat meer nieuws. Over die Innovan bijvoorbeeld. Want die zal ook wel op Ford staan. Kijk, hier zien we dan wel een beetje nieuws. Dat is de Innovan, de buscamper op Ford, waar eigenlijk iedereen is bezig met die Ford. LMC natuurlijk ook. En hier hebben we die Fordjes van LMC. Gibt es auch Licht? Oh ja. Nou, bijna licht. Jongens, dit is zo'n Fordje. Kijk eens, daar zie je het als bewijs op het stuur. Stoeltjes omdraaien, compact zitgedeelte, tweede blad wat uitschuift zodat je ook op deze stoel je bordje hagelslag kunt eten. Als ik me dan omdraai, een heel compact keukentje wat een beetje getrapt is gemaakt, zie je dat? Plop, plop, plop. Dat zorgt voor extra bewegingsruimte in die wagen, 2 pits kookstelletje. Hier hebben we de koelkast en een fonteintje. Een gecombineerde douche en toilet, roostertje eruit halen. En dan kun je hier op een of andere manier ook nog douchen. Maar dat is wel een uitdaging, zie je. Oh ja, hier wel een douchegordijn. Alleen waar de douche lang gebleven is, maar kan dus wel. En hier hebben we dus het dubbele bed aan de achterkant. Wat nou wel leuk is tijdens die persconferentie, dat is... Kijk eens, de dames van de NKC die sprinten uit, die proberen echt uit beeld te blijven. Wat hier net bij de persconferentie werd gemeld, dat van die Ford Innovan, dat ze bezig zijn met een 592 studiemodel. Een indeling die dus echt heel bijzonder is. Met lengtebedden en met een flexibele keuken, een flexibele douche. Maar hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar we gaan nog wel eventjes kijken bij deze Innovan. Want die heeft weer een andere indeling. Dus, en die willen we natuurlijk ook graag zien. Nou, en dit is die 592 met... Ja, met lengtebedden. En hier zijn ze ook een beetje aan het demonstreren hoe dat dan werkt met die matrassen, zeg maar. Ja, hier kunnen dus de fietsen weer tussen staan. Maar voorlopig zie ik gewoon een normale enkele beddenindeling hoor, van een bus. Ik zie niet heel veel geproto nog. Ik weet alleen, en dat zijn ze hier wel aan het demonstreren. Wat gaan we doen? Dat ze dus ook aan het rommelen zijn met de flexibele keuken. Kijk, de Zweedse fotograaf is bezig en hier kan je zien dat die keuken, dat gedeelte met dat koffieapparaat, dus over het kookgedeelte heen schuift. En daardoor is je keuken dus nog compacter, maar kun je wel lengtebedden kwijt in een vrij compacte wagen. En hetzelfde geldt als je daar nou naar het toiletgedeelte kijkt. Dan zie je nu dat het toilet helemaal weggeschoven is. En dat schuift dus weer terug uit, naar binnen. En dan kun je daar lekker je behoefte doen en je schuift het weer weg en dan heb je een douche. Dus dit is wel een van de meest compacte keuken of badkamers die ik in een busje heb gezien. Hetzelfde geldt dus voor
het kookgedeelte. En dit is dus die hele compacte badkamer in dat prototype van LMC InnoVan in de 592 indeling. En daar zie je dus dat toilet wat je dus zo die over die douchebak naar binnen schuift. Dan heb je dus toiletmogelijkheid en hier zit ongetwijfeld een, kijk eens, een fonteintje. Dus tandenpoetsen gebeuren, handen wassen kan allemaal. Dus, en dat allemaal op een ruimte van, wat is het, 55 centimeter. En hier zie je van dichtbij dat enorm compacte keukenblokje van het prototype. Hè. Dus dit is het schuifgedeelte waarmee je dus meer werkblad creëert. Want hieronder zit de spoelbak en dat schuif je allemaal weg. En door dat geschuif kan je dus gewoon normale lengtebedden kwijt in die wagen. En die bedden zijn met tussenstukken aan elkaar te koppelen. Dus heb je nog best een heel aardig tweepersoonsbed. Plus een dubbele bodem waar je bijvoorbeeld je campingmeubeltjes in kwijt kunt. Nou, en dit is een indeling. Ja, die is nog niet in productie, hè, deze plattegrond. Maar het is wel, ze laten wel zien dat ze echt wel serieus bezig zijn met nadenken over hoe je in een hele compacte wagen, 6 meter opbouw, wel die grote wens van enkele bedden kunt krijgen. Door gewoon te innoveren met een keukenblok en met een badkamertje. Dus ik ben heel benieuwd wanneer dit in productie gaat bij LMC. De 592 Proto van LMC. Nou, wij zijn aan het afronden, Jos. We hebben de persdag, de vakdag, hebben wij een beetje zo goed als erop zitten. het is maar goed dat ik nou aan het filmen ben. Nou houdt Jos een toestel ermee op. Het is nog niet makkelijk, hè, jongens, vloggen. De batterij is leeg. Het is niet makkelijk, hoor, vloggen. Jos wisselt even zijn batterij. We zijn zo bij je terug. Nou, we gaan... Volgende poging. Ja, poging 2. Jongens, wij gaan deze vlog over de vakdag bij de CMT afronden. Ja? Wat vond jij bijzonder, Jos? Nou, ik vond het wel... Ik moet eerlijk zeggen, die Maxia van Hobby, die is natuurlijk al een tijdje geleden voorgesteld. Maar ik vond dat met deze nieuwe, zeg maar, kinderkamerindeling, vond ik dat hij nog veel beter tot z'n weg kwam. Mooie stoffering ook. Super strak zag hij eruit. Ja, echt heel mooi. Dat donker en dat licht en zeg maar lichte kleuren, donkere kleuren en dan licht hout. Dat Noordische design, dat Zweedse, ja, zeg maar, ja, Scandinavië, dat vind ik wel mooi. Dat zien we bij veel merken, hè, dat Scandinavische design. Maar ik vind het wel mooi. Ik vond bij Detlefs die globus op Ford vond ik hartstikke interessant. Ja, leuk ding. En dan zie je bij LMC zie je dus ook die doorontwikkeling, dat prototype met die 592, dat ze op een 6 meter bak toch nog enkele bedden kunnen krijgen en een heel compact keukentje. Dat vind ik een leuke ontwikkeling. Ja. Die is voorlopig nog niet te koop, maar er wordt wel flink doorontwikkeld. Heel veel Ford, hè, want ook bij Pilot, toch? Ja, Pilot was ook een interessant ding. Pilot die kwam met een half integraal op Ford. En dat is een hele compacte, smalle wagen. Als jij in bent voor een buscamper, of wat sommigen een campervan noemen, dan is zo'n alternatief ook nog helemaal niet zo gek. Veel meer bergruimte in dat ding. Zeker, vond ik ook een leuke wagen. Ja, en ook vond ik ook qua interieur, kleuren en dergelijke, ook modern. Ja, ook een mooi ding. Dus, maar we hebben dus van de echte grote merken waar je meestal ons nieuws van ziet, hebben we niet heel veel gezien, behalve dingen die we nu noemen. En we gaan we een live show met elkaar zetten. Want dat wordt heel erg leuk, die live show. Want Jos en ik hebben besloten om de live show een beetje te gaan vullen met gekkigheid. Ja. En gekkigheid in op een positieve zin. Ja, precies. Nou, toevallig net naast. Nou, hier, zo'n heel stoer caravannetje. En nog veel meer gekkigheid. En we hebben natuurlijk Roland gezien met zijn Dare to be Different daktenten. Dus daar gaan we ook nog wel even langs voor de live show. En de live show, die gaan we weer op onze ouderwetse tijd eruit gooien. Dinsdagavond om 19:30. Dinsdagavond om 19:30. Dinsdagavond om 19:30 hebben wij een live show hier vandaan vanuit Utrecht. Zitten we niet live, hè, jongens, maar dat is de show. Ja, dat noemen we nou eenmaal zo. En morgen zijn we heel druk bezig met het opnemen van die huisje. Dus ik denk dat we morgenavond geen vlog hebben. Wat denk jij? Het is weekend, hè? Oh, het is weekend. We hoeven geen vlog. Dus, dus maandag kan je waarschijnlijk op mijn vlogkanaal, want ik heb best een voorraadje gemaakt die Jos online kan zetten. Dus maandag zie je wel weer gewoon een vlog van mij als DW vlogt. En dinsdag zijn we dan in ieder geval in de lucht met onze liveshow. Dan zijn we samen op campingtrend. Ja, op campingtrend. En volgende week zit ik een weekje in Nederland, maar ik heb voldoende rotzooi liggen bij Jos. Waarvan we nog niet hebben afgesproken wat we ermee gaan doen. dat zien jullie maandag wel, of die er is of niet. Want het is toch een hond van een vent, hè? Ja, ja, jongens, ik kan het allemaal lekker klaarmaken. Ik moet maar weer achter het bureau gaan zitten sleutelen. Geef maar, schatje, maar je houdt toch van me? Ja. Jongens, geef deze vlog nog even een duimpje aan. Ja, en deze ook. En abonneer je op zijn kanaal. En op dat van hem. En als je bij allebei dat belletje aanzet. Tingelingeling. Dan krijg je een centje zodra wij weer een nieuwe vlog online zitten. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend, tot maandag. Leuk dat je erbij was.
Hoi.